opzij. Die heeft al jaar in jaar uit elk jaar een keer een verkiezing van de 100 meest invloedrijke vrouwen. Nou, dan moet je even voorstellen, dat kan je zo raden, wat voor mensen dat zijn. Dat is directeur dit, directeur dat, CEO dat, minister, staatssecretaris dat. En af en toe iemand die gewoon, zeker wel goed verdient. Toevallig zijn die allemaal wit. Toevallig zijn die allemaal hoogopgeleid. Ik noem dat het directeurenfeminisme. Dan lijkt het wel alsof feminisme er alleen maar gaat dat je zoveel mogelijk vrouwen opport om hoger op te komen. Ze hebben een keer de eerste prijs gegeven aan een minister. Die kreeg de eerste prijs voor de meest invloedrijke vrouw, omdat zij als minister zo geweldig had bezuinigd op de zorg. Die was er dus persoonlijk voor medeverantwoordelijk dat er duizenden vrouwen ontslagen zijn uit de thuiszorg. Dat waren vrouwen die toch al ontzettend weinig verdienden. En die verdienden toen helemaal niks meer. En als je dat feminisme noemt, dan geef je mijn portie maar aan Vicky.